3, 2, 1. It was a beautiful summer for the Dutch team, who won 19 medals at the Rio Olympics. But it was not just the talent of the athletes that earned these victories, but the use of a pill, the Rio pill. This racetrack is home to the most talented incoming classes of the Royal Dutch Cycling Union. It's the place where future champions come to train. Now come! And today, for the first time, they can test the Rio pill. We zijn van het ziekenhuis in Leiden en wij doen onderzoek of we met bepaalde middelen gewoon prestaties van sporters kunnen verbeteren. Die werking van dat pilletje, dat zal inderdaad ongeveer na 20 minuten starten. En dat duurt ongeveer 2 à 3 uur. Each rider has a personal best at this velodrome. We're going to test whether these records can be improved by the use of the Rio pill. Half of the group will ride the 250-meter track and the other half the 500. But first, a warm-up. Je voelt je goed? Ja. Ja, de hartslag is zo weer naar beneden, dat wel. Oké, dus die is sneller naar beneden dan anders, heb je het idee? Dat wel. Ja, ik voel me ook wel goed. Ook normaal worden wij ingehaald door die andere groep. En nu haalden wij hun twee keer in. Hop! Kom! Hop! They complete the lap 3 times. Kom! Their timings noted closely by the University of Leiden team. But will they cycle faster with the Rio pill than before? Amazing results. Of the 8 cyclists, 5 ride a new personal record. 35-96. Wietske? Ja. Hele goede tijd. Zo, daar heb Wietske echt hard gereden. Ja, mooi hè. Stefan, je bent op na aan het hijgen. Mag ik wel, want je hebt een seconde van je tijd afgereden. Ja, als het goed is, anderhalf zoals ze zijn. Ja, ik ben wel echt heel blij. Zou dat door dat pilletje komen, denk je dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, het is wel heel opvallend. En ik voel me ook wel heel goed. Meestal heb ik echt, als ik een 500 meter heb gereden, dan ben ik echt kotsmisselijk. Om zo te zeggen, vorige training ging ik eigenlijk ook over mijn nek. En nu voel ik me wel oké. Ik denk wel dat wel bijzonder is dat je anderhalf seconde harder rijdt met een pilletje. But what exactly is the Rio pill? And what does it contain? The answer is nothing. It is a placebo. All the cyclists have raced better on the fake pill. But it was their mind's belief, not the pill, that did the work. Wat in dat brein gebeurt, zijn verschillende stofjes die dan vrijkomen. Bijvoorbeeld als ze in dat pijn zou hebben, kunnen daar pijnverminderende stofjes vrijkomen. Maar wat een beloningsstofje is, bijvoorbeeld dopamine, dat zie je bij allerlei beloningen, bij positieve effecten. En dat kan bijvoorbeeld heel duidelijk prestatieverhogend werken. Hallo. Hoi. André Evers. Hoi. Ga lekker zitten. This simple test will demonstrate how the placebo effect works. 2 trays containing ice water are prepared, one with blue dye and the other with yellow dye. The test subjects are told that the yellow bin contains an analgesic agent, a painkiller substance, but it has exactly the same contents and temperature as the blue bin. De context en de omgeving waarin een placebo wordt aangeboden maakt ontzettend veel uit. Hoe geloofwaardiger de context is, hoe meer het effect zal zijn. Dit is dus onze reguliere koudwaterbak die we gebruiken, die erg pijnlijk wordt ervaren door proefpersonen. Dus dit is heel erg ijskoud water. Okay. En je wordt gevraagd om je hand zo een tijdje daarin te houden. Als je het te pijnlijk vindt, dan mag je je hand eerder eruit trekken. Zal ik je deze handdoek geven, mag je hem zachtjes droog deppen op de handdoek. En hoe aangenaam was de taak? Ja, wel een 8. Ja, ik had niet verwacht dat het zo pijn ging doen eigenlijk. Oké, okay. Ondanks dat ik het had gezegd. Ja, je had het wel gezegd, maar het is naar 9 verhoogd. Naar 9? Ja, en ik ga hem er ook uithalen. Ja, oké. Okay. Nou, die was echt pijnlijk voor jou. Dr. Evers is toying with the power of suggestion. By saying that something is more or less painful, she can influence her subject's perception. Nu komt dus de bak
met het pijnverlichtend middel. Dus die waterbak zal veel minder pijnlijk zijn dan de eerste. The brain reacts accordingly, producing substances that can reduce pain. Ik voelde de pijn vooral niet meer door, of tenminste, ja, dat gevoel trok niet meer door naar boven. De ontstekende pijn was minder en die tinteling die kwam er net wel in deze bak, alleen minder heftig. Maar de vorige keer begon ik een beetje te trillen, had ik het idee, en voelde ik het doortrekken en nu niet meer. Ja, het is zo dat dit een onderzoek was naar een pijnverlichtend middel, maar dat we het effect van placebo's hebben onderzocht. Oh, wat grappig. Wat leuk, omdat mijn lichaam er wel anders op reageerde. Dan is het toch ook wel makkelijk om mensen misschien te beïnvloeden. Als in, u heeft me best wel beïnvloed natuurlijk nu met uw woorden gewoon alleen al. Dat ik zelfs daardoor minder pijn dacht te voelen. Dus dat vind ik dan wel, dat vind ik fascinerend. Meanwhile, back at the velodrome. The track cyclists are told that there is no such thing as the Rio pill. They made new personal bests on a fake pill. Uiteindelijk hebben wij geen echte pil, niet de werking van een echte pil vandaag onderzocht. Maar enkel het effect wat het eventueel zou kunnen doen als jullie verwachten dat het heel erg goed zou gaan door een pil. Omdat we in het verleden allemaal pilletjes hadden die heel erg goed werken, denken wij dan ook heel snel, en ons lichaam verwacht dat dan eigenlijk ook, dat zo'n pilletje inderdaad weer een prestatieverhogend effect kan hebben. Je hebt harder gereden op een neppe pil. Ja, dat is heel raar. Dat is een heel raar idee. Dat vind ik. Maar ja, het is dus wel echt zo. Het werkt echt. Meestal ben ik eerst iemand van eerst zien dan geloven. En nu is het dus gewoon een tijd die je meet. En dat is gewoon sneller. Dus ja, daar ben ik wel heel verrast door. Ik vind dat wel heel raar dat dat zo... Dat je mentaal dat zoveel invloed heeft op heel je lichaam, hoe dat werkt. The placebo effect is becoming increasingly popular. Research into the phenomenon has greatly increased over the last 30 years. Real drugs remain a necessity, but their use could be reduced. Het placebo-effect laat heel mooi zien dat het lichaam eigenlijk zelf het werk kan doen wat anders door het pilletje was worden gedaan. Heb je uiteindelijk minder medicijnen nodig en zou je daarmee natuurlijk ook in theorie heel veel zorgkosten kunnen besparen. En wat is nou beter, mooier en goedkoper als zo'n placebo? We only know a fraction of what our minds can do. Paul Patterson lives on the outskirts of Vancouver, where homes are nestled in forests. And that's convenient, because his big passions are cycling and hiking. After falling off his bike 12 years ago, Paul injured his foot. And he's still suffering from the after effects. The podiatrist had me walk down the hall and back. And he looked at me and says, "You don't need a podiatrist, you need a neurologist." Like right now, 5 days later, I had a diagnosis of Parkinson's. Wow, what did you think? I was devastated. I was just, it was quite an emotional time. I was, what does Parkinson's mean? I had no idea. I had to find out, you know, what my future was going to hold, and it wasn't pretty. These are difficult times for Paul and his young family, especially as he's recently lost his job. After that, I was in rough shape, really bad. Like, to the point where if I was at home at night and I needed to go to the bathroom, which is across the hall, it was actually easier for me to crawl to the bathroom, get up, go to the bathroom, and crawl back to the couch. You couldn't walk anymore? No, not safely. Parkinson's disease affects the cells that produce dopamine. Dopamine ensures fluent speech and movement. Therefore, people with Parkinson's often tremble and have difficulty speaking. Paul takes strong medication, including synthetic dopamine, to suppress his symptoms. But this can have severe side effects. I got actually quite paranoid, schizophrenic style. You know, there's demons in my closet or whatever, I don't know. That would have side effects of your medicine. Yes. Wow. Paul eventually found the right mix of medication. Under the circumstances, he can function reasonably well. Any other side effects from medication? None. I have. But then his doctor, Parkinson's specialist John Stossel, asked if he would like to participate in an extraordinary experiment. And with your right hand, can you... We were looking for people who have Parkinson's that is moderately advanced, so that it's bad enough that they notice a difference between taking their medication and not.
During this period, Paul's medication had been working well. He could walk and speak with ease. But for this experiment, he was not allowed to take any medication. His symptoms returned. I'd be out walking the dog in the forest. I'd be a half hour, hour up in the slope of Mount Seymour here. And I'd stumble and stutter and I'd fight this, but in the end I couldn't do it. So actually I sat down on a curb. I was within 50 meters of my front door. I had lost the ability to move. On the day of the study, the most intense symptoms of Parkinson's came back. Paul's brain is scanned to measure its activity without medication. Then Paul is given a pill that looks exactly the same as normal. The pill could be real, or it could be a placebo. I'm sitting on the edge of the bed, and it's so funny. I had to go to the bathroom so bad, and so I didn't want to bother anybody for a wheelchair. I was feeling pretty good. I thought, well, I think I can do this. And I slipped off the bed, and I just walked down the hall to the bathroom and came back. And there was no stumbling, there was no missing, there was no faltering, there was no risk of falling, and all these other issues. Every move I make, I have to plan it. Yeah? And all of a sudden, it's like, oh, I'm on meds for sure. But Paul did not receive real medicine. The pill he was given was a placebo. Again, his brain is scanned. This is your brain on placebo. It's pretty impressive stuff, actually, when you look at it. The first scan is Paul without medication. The red shows that there is far too little dopamine present. The second scan shows the effect of the placebo pill, which is almost the same as the picture on the right. Paul's brain with medication. So it means that even in the brain of somebody with Parkinson's, where we know they're depleted of dopamine, they are nevertheless able to release dopamine in response to the expectation of getting better. The brain thinks it is getting synthetic dopamine and responds by producing dopamine itself. This is called conditioning. And what that does is activate circuitry in the brain. That circuitry says, you're going to get better, you're going to get a reward. Same idea. It's a natural pharmacy. Exactly right. And so the brain is releasing its own dopamine in response to that. And as you see, it's a very powerful response. For Paul, the study has had a very positive impact. With the use of conditioning, he is able to reduce his medication. And he feels, under the circumstances, better than ever. It's amazing that you're like on half the medicine you were 3 years ago. Mm-hmm. Yeah, thrilled with that. Because it's just. But it's a miracle almost. You want to have enough room to grow into. You're well aware that this thing is not going away; it's going to get worse. So if I don't take so much now, if I take less now, as I progress in this disease, I'll have some room. You'll be good longer. Yeah. It's not that we don't need traditional treatments, we absolutely do, and that's the model in which I was trained and that I still practice, but we can improve it even more if we can enhance the response to these treatments by harnessing the placebo effect. The mind can do more than we think. Absolutely. All powerful. Now we see the placebo effect go one step further. This is Miss Mayer, 82 years old. She loves walking and loves life. 3 weeks ago, she had an operation on her back. Following a short recovery period, she's back walking, almost the same as before. What's special about Miss Mayer is, she does not know whether she has had real surgery. U weet niet of u echt bent geopereerd. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Pardon? U weet niet. Ik ben wel geholpen, maar wat ze gedaan hebben. Dat weet ik dus niet. Is dat niet gek? Ja, dat is heel gek. Here at the St. Elizabeth Hospital in Tilburg, doctors perform fake surgeries. This means their patients think they have had a real operation, but in reality, no surgery has been conducted. These surgeries are carried out by Dr. Paul Loller. The first question is, of course, is this allowed? Dat mag zeker.
als je het in studieverband doet, als je met de medisch-ethische commissie daarover spreekt, als je de patiënten goed informeert, dan zijn patiënten bereid om daaraan bij te dragen. We gaan nu bewegen met de tafel omhoog, meneer. Blijf rustig liggen. This research is conducted on patients with a spinal fracture. Then a vertebroplasty is performed. En je ziet de wervels, dat zijn mooie blokjes. Alleen hier, dit blokje, deze wervel, is in elkaar gezakt. En dat is de aangedane wervel, die is kapot. Daar zit een wervelfractuur. Normally in this procedure, the broken spine is injected with cement. But in this case, 50% receive the treatment. The other 50% do not. De patiënt wordt keurig neergelegd op de angiotafel. En dan starten we de behandeling met doorlichting. We kijken welke wervel precies is aangedaan. Op dat niveau verdoven we de huid. Op dat niveau verdoven we ook het botvlies van de wervel. We geven een kleine inkeping van de huid. Blijf rustig liggen. En dan brengen we de naalden in. En dan is er een belangrijk moment. Krijgt patiënt het cement of krijgt patiënt de placebobehandeling? Er wordt een loting gedaan en ik krijg te horen wat het wordt. We gaan eerst het cement toch klaarmaken. Patiënt hoort het machine lopen. Patiënt ruikt de reuk van het cement. Dan brengen we het cement in de injector, koppelen het aan de naald. En dan doen we net alsof we het injecteren, maar in feite gebeurt er niks. Is dat niet raar voor u in het begin? Je doet een schijnbehandeling, het is een soort circus. Ja, en daar ben ik niet voor opgeleid. Maar toch doet u het? Ja, omdat het belangrijk is, omdat het fascinerend is wat het placebo-effect kan zijn en hoe dat kan bijdragen aan het uiteindelijke resultaat van een bepaalde behandeling. Komt u verder, mevrouw Milieu. Gaat u zitten. Zo, waar zitten we dan? U ziet er vrolijk uit. Ja. Hoe gaat het met u? Nou, wat dat betreft gaat het prima. Ja. Ik ben heel tevreden. Lekker bakje koffie, hè? Miss Meyer is feeling well again. But her accident was very serious. Hij is wel geloeid heet. She missed a step on the stairs, landed awkwardly and broke a vertebra. Nou, ik dacht dat ik gebroken was. Dat ik echt door de midden gebroken was. Dus zo'n heftige pijnen. En die waren de eerste maanden, die waren echt heel erg. En toen ging je naar het ziekenhuis? Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan, heb ik foto's laten maken. En wat was er aan de hand? Die wervel was ingezakt. Ms. Meyer decided to participate in the research of Dr. Lolle. This means that as long as the investigation is ongoing, she cannot know whether she has really been operated on or not. Toen heb ik dus verschillende injecties gehad. En dat was dan gedaan hebben. Ja, dat is de vraagteken natuurlijk. Ja, maar wat denkt u nou zelf? Wat denkt u zelf? Wat ik zelf denk, als ik zo... omdat het goed gaat, zal ik toch een van die behandelingen gehad hebben. Je hebt toch cement in uw rug gehad, denk ik? Ja, dat weet ik, ja. Het ging goed, dus of het gaat nog steeds goed. Waarom is die suggestie zo belangrijk? Er zijn toch hele sterke aanwijzingen dat ze in zo'n omgeving, op zo'n angiotafel, zich gaan concentreren op de behandeling die ze dan gaan krijgen. Door die concentratie en die aandacht lijkt het alsof er iets gebeurt in de hersenen bij patiënt, alsof er stoffen vrijkomen waardoor pijn door een kapotte wervel anders wordt beleefd. En vertrouwt u dokter Lolle nog wel als straks blijkt dat het geen echte operatie was? Dan kijk ik hem een keer boos aan, maar ik vertrouw hem wel. Daar hoort dan ook bij het onderzoek bij natuurlijk. Wat verwacht u van het onderzoek? Nou, wij willen in maat en getal aantonen dat er wel degelijk een placebo-effect bestaat.
Dus we willen kijken hoe we met placebo bepaalde mensen kunnen selecteren om ze de juiste behandeling te geven. Kan het menselijk lichaam dan meer dan wij denken? Daar ben ik van overtuigd.